Ja, hallo? Hallo, hallo. Ja. Denk... Oh. Oh. Nou, hoop herrie. Ja. Kom binnen, jongens. Ja, zijn we welkom? Ja, ik zet de deur weer even vast. Ja, welkom bij Lepeltje Lepeltje, de praktijk van Carollyne, waar zij normaal... Ja, ik raak mensen aan. Ik ben knuffeltherapeut, ik ben massagetherapeut, ik geef coaching, ik begeleid en ondersteun mensen op allerlei manieren. Maar nu dus al even niet, al probeert ze bijvoorbeeld met beeldbellen... Hey, hallo, hoe gaat het? Wel contact te houden met haar cliënten. Dat is het goede nieuws, want knuffelen, daarbij zou je misschien denken van dat is alleen maar helemaal verstrengeld in elkaar of elkaar aanraken. Maar knuffelen is ook knuffelen van de geest, knuffelen van de emotie en elkaar echt oprechte aandacht geven. Maar om toch even een idee te krijgen hoe dat er normaal aan toe gaat en ook hoe u zelf met bijvoorbeeld een opgerolde deken kunt improviseren. Dan ga je gewoon lekker liggen, leg je je been aan één kant erop, omdat dat fijn ondersteuning geeft. Je hoofd op de andere kant. En dan kan je op die manier, want je ziet ook dat die aan de achterkant er nog eentje ligt, dat je ook helemaal lekker ingekapseld ligt. En ja. En zo liggen hier altijd een beetje cliënten dus? Zo, nou ja, onder andere zo, ja. Of in andere posities inderdaad. Ook wel bijzonder, hè? Het is inderdaad heel bijzonder. Maar mensen hebben echt koestering en veiligheid nodig. Ja, en dat komen we nu allemaal wel in meer of mindere mate tekort. Ja, je kunt het vergelijken met honger, met behoefte aan voedsel. Dan voel je je ook niet lekker en je krijgt misschien kramp in je maag als die honger te lang duurt, als je te lang niet eet. En met huidhonger is het vergelijkbaar dat je huid en je lichaam snakt, om dat woord nog maar eens te gebruiken. En verlangt naar aanraking. En het verlangen zal helaas nog wel even blijven. Iets waar we zo goed en zo kwaad mee zullen moeten dealen. Carollyne hoopt natuurlijk wel dat zij binnenkort weer open kan. Misschien nog niet zo innig als voorheen. Maar om te beginnen met een andere techniek die zij ook beheerst. Oeh, nou, dat is ook wel nodig ook. En dat zijn dan dingen die... Ja, die je toch nog op enige afstand kunt doen. En dat doen we zelfs nu dan eventjes binnen de beperkte ruimte. En op deze manier. Nou, ik zou zeggen... Kunnen we nog een beetje... Gooi maar open die tent.